Dit dingetje. Ja. Okay. Harm, je mag binnenkomen. We hebben een gast voor je, dat is Harm. En Harm die is een groot Songfestival-fan. Okay. Sinds 1975 is hij al enorm verslaafd aan. En zijn favoriete liedjes die ga je straks horen. En een mooi t-shirt, heet je ook. Hallo. Ja, hallo, goedemorgen Harm. Ah. Hi. Hallo, hi. Welkom. Harm, doe je microfoon even voor je mond. Dat is dat. Dan heb je, daar gaan we straks over hebben. Harm, je hebt een mooi t-shirt dan. Joan zet hem op. Ah, lief. Zet baardje op zijn kop. Ik vind het hartstikke grappig. Ja, leuk. Je bent een groot songfestival. Absoluut. Ben je echt ook zo'n man die precies weet wat in 1973 uitkwam voor Luxemburg? Niet zo erg. Hey, wat die heb je? Dit jaar kan ik alle liedjes bijna meer zingen. Dus je hebt alles gevolgd ook op songfestival.nl? Ja. Onder andere. Ja. Okay. Hey, wat denk je? Want Joan die weet het allemaal niet. Er wordt heel veel gezegd tegen haar van nou, we gaan dat toch winnen. Wat denk jij? Of tenminste, we gaan in ieder geval naar de finale. Want dat is wel heel wat. Naar de finale. Ja? Ja, absoluut. De buitenlandse sites zijn eigenlijk nog positiever dan de Nederlandse sites. Dus ik heb zo'n beetje 400 polls gekeken. Hoeveel? 400. Wow. En in toch wel 85% sta je in de top 26. Okay. Dus met andere woorden, je haalt gewoon de finale. Ja. Nou, je bent een beetje zenuwachtig. Ja, best wel. Harm, dank je wel voor je komst in ieder geval. Je hebt een heel leuk cadeau. Geef dat even aan Jonas. Ja, super lief. Ik heb jou een leuke boeddha meegegeven. Om jou veel geluk te wensen. En van mijn man zit er een kaartje binnenin met een klavertje 4. Lief. En hier zit een klavertje 4 met champagne om na die tijd te proosten. Nou, geef elkaar een kus. Hartstikke lief. Dank je wel. Dank je wel. Heel lief. Oké. Hey Harm, dank je wel voor je komst. Ook voor de tv zitten. Hè. En dat tweede scherm gaan we het straks ook over hebben. Dat is hartstikke belangrijk. Dank je wel. Je mag weer de deur. Oké. Joan, één.